En als je nu ligt, mag je langzaam recht komen zitten. In een verzorgde houding, dus je kruin naar boven, onderrug ontspannen. En even beseffen dat je leeft. Misschien heb je weinig tijd om te leven, maar voel eens wel dat jij leeft. Hoe ervaar jij leven? Terwijl je rustig ademt, voel je het leven. En je kunt dat fysiek voelen, emotioneel, mentaal leven. En misschien voel je dat er nog spanning zit van de afgelopen dag of afgelopen week of weken. Of veel je leven. En voel dan mooi ademen. Wat er dan met jou gebeurt. Dus buik, flanken, longen tot helemaal boven. En lang uitademen. En voel wat je kunt loslaten. En alles wat je ervaart, fysiek, dus je lichaam die aandacht vraagt, emotioneel, dus je drama waar je zo van houdt, maar ook al je gedachten en overtuigingen komen dus allemaal uit je verleden. En zoals je gemerkt hebt gisteravond in de webinar, ben ik volledig gericht naar de komende 100 jaar, zowel in de wetenschap, spiritualiteit, economie, politiek, alles zal anders zijn. Dus anders kun je dus nog niet voorstellen. Vandaar dat we altijd maar alles blijven herhalen, omdat we niet verder durven kijken. We blijven dezelfde problemen creëren. We blijven dezelfde dingen doen. En dan dromen mensen nog van, vroeger was het beter. En ik hoor al heel mijn leven mensen zagen, het was dus nooit beter. En toch willen de mensen niet vooruit. Voel eens dat jij niet echt vooruit geraakt. Dat je eigenlijk verslaafd bent aan wat er voorbij is. En dat is niet dit leven of 20, 30, 50 jaar of wat dan, doet er niet toe. Maar dat is dus al eeuwen en duizenden jaren. En nu gaan we eruit geraken in de komende 100 en 200 jaar, maar laat ons 100 nu nemen. Er wil iets veranderen in jou. Er wil iets veranderen in je gedrag, je dagelijks leven, je gezin, familie. Er wil iets veranderen in je job, je carrière. Er wil iets veranderen in de manier waarop je naar je bankrekening kijkt. Er wil iets veranderen over de manier waarop je naar de politiek kijkt. Er wil iets veranderen. De wetenschappelijk, maar ook al je geloofssystemen. We zijn dus altijd beïnvloed geweest. En vandaar dat er nu zoveel gebeurt met al die religies en sectes die verdwijnen. Omdat we daar klaar mee zijn.
Er worden ons al duizenden jaren van alles beloofd. En om zeker te zijn, beloven ze dat je het pas gaat bereiken als je dood bent. Dus dat is de beste reclame. Vandaar dat ik net begon met leven. Leef nu, leef. En voel dan eens die energie van de komende 100 jaar. Dus je hoeft niks te doen, alleen maar rustig ademen. Alle aandacht gaat naar binnen. Voel eens een ander soort rust, een ander soort vrede, een soort stille vreugde en meer vrijheid. Vrij zijn. En je hoeft er niks van te begrijpen, want het zal anders zijn. Dus we kunnen nog niet begrijpen hoe het zal zijn binnen 50 jaar. Dat kunnen we niet. Vandaar dat we niet uit die oude patronen, we willen altijd zien en herhalen. We geraken niet verder. Dus voel die energie die je nog niet begrijpt, waar je je niks kunt bij voorstellen. Waar je niks kunt voorstellen. En voel dat dat eenvoudig is en dat je dat kunt volgen. Dat zal je brengen waar jij moet zijn. Jij. Want dat is jouw ervaring. Als we allemaal weer beter luisteren naar onszelf, gaan we allemaal veel gemakkelijker samen de weg vinden. Voel maar. En in dat gevoel laten we 3 maal om trillen, inademen, buik, flanken, longen. En voel een heel andere energie. En dan blijven je zitbeentjes en je bekken mooi op de grond en je maakt cirkels met je lichaam. Dus je rug blijft mooi, dus gewoon je heupen, bekken, dus cirkels maken. Mooi vloeibaar, dus je heupen, bekken, de vorm van je leven zit in je bekken. Heupen, basis, daar zit ook overvloed, succes, dat zit allemaal daar. Voel of dat daar open is en vrij in je bekken, heupen. Voel of jij open staat voor nieuwe vormen, of dat er daar vast zit in jullie streek, heupen, bekken. Heel mooi vloeibaar. Heupen, bekken.
maken, die streek, mooie cirkels maken. Vloeibaar. Voel wat er gebeurt met je onderlichaam. Voel of je hapert of als het vloeibaar is. Bewustzijn is vloeibaar, je denken zit vast, emoties zitten ook graag vast. En dat voel je dat soms je lichaam vast zit. En langzaam stop, als je kruin naar boven doet, dan voel je eigenlijk nog beweging. Je ademt rustig in die stilte. Is er beweging? Is er bewustzijn? En in dat bewustzijn voel je het bewustzijn van de toekomst. Alsof je nu al een beetje jezelf en je lichaam herprogrammeert. En dan omgekeerde richting. Heel vloeibaar. Voel meer openheid in je bekkenbodem, heupen, zitbeentjes, billen, onderrug. Voel of je jezelf tegenhoudt om vooruit te gaan. Misschien heb je al lang toekomstplannen, maar dat niet echt lukt, omdat jij vastzit. Omdat jij dingen vanuit het verleden blijft herhalen.